Het is nogal een onderwerp wat toch nu en dan wordt gevraagd naar. Mensen willen toch weten of het boeddhisme daar bepaalde mening over heeft. Alhoewel natuurlijk wel mensen ook wel zich tegelijkertijd beseffen dat een monnik daar natuurlijk ook wat minder mee bezig is. Toch is het wel iets waar de Boeddha zich over heeft uitgesproken in verschillende contexten. En in die zin is het wel interessant om te weten dat we in het Westen een kijk hebben op het boeddhisme die niet altijd helemaal volledig is. We denken met name aan het boeddhisme als een geheel van contemplatieve technieken en ook een beetje een kloosterreligie of een een levensbeschouwing voor kloosterlingen. En dat is niet helemaal waar. De Boeddha heeft ook hele praktische en hele concrete dingen onderwezen met betrekking tot het leven in de maatschappij. Waaronder ook bijvoorbeeld zelfs dingen zoals boekhouden. Nou, niet letterlijk natuurlijk hoe dat moet doen, maar ook hoe je zorgt voor je bezittingen en zorgt dat je je bezit goed voor zorg draagt en ook niet verliest. Maar ook dus bijvoorbeeld over het huwelijk en nou ja, het huwelijk relaties. Dus laten we eens kijken wat het boeddhisme daar onder andere over zegt. En voor diegenen die het willen, die kunnen dan daar iets mee in hun dagelijks leven. Het kan natuurlijk ook in bredere mate, kun je het natuurlijk ook gebruiken in relaties in het algemeen. En dat zul je zo ook zien. Even nog over het woord Dhamma, dat betekent in het algemeen boeddhisme. De leer van het boeddhisme, de goede dingen, de werkelijkheid, de goede kwaliteiten, dat heet allemaal Dhamma. Dus het heeft nogal een brede betekenis. Maar als ik zeg in de Dhamma of Dhamma in, dan bedoel ik meestal boeddhisme, de leer van het boeddhisme. Waarom gaan mensen samenwonen? Dat is natuurlijk een goede vraag. Ja, zou je zeggen, ja, natuurlijk, omdat mensen op een gegeven moment die keuze maken. Ja, dat is waar. Maar er is ook een karma dat volgens het boeddhisme daaraan ten grondslag ligt. En we hebben natuurlijk ook het idee in het Westen dat er een soort liefde op het eerste gezicht is. Maar dat idee wordt ook wel gevonden in het boeddhisme, namelijk dat mensen een bepaalde relatie hebben die al langer is dan één leven lang. Dat noemen we in het Thais, is daar ook een woord voor. Dat noemen ze pupesaniwat. En dat betekent dat je in vorige levens, letterlijk in vorige plaatsen, elkaar hebt gezien of ontmoet. En kamma of karma, dat is hetzelfde, hè? En in het verleden samen goede daden te hebben gedaan, dat leidt vaak tot een wat sterkere relatie van vriendschap of ook in een liefdesrelatie. Als je daarentegen weinig met elkaar hebt samen gedaan in het verleden, dan groei je ook in dit leven wat meer uit elkaar dan in een vorig leven. Dus als je, dus Kunyaya Jain, die zei wel eens dat als je de mensen die je dierbaar zijn en waar je graag mee opnieuw herboren wordt, of het nu je ouders zijn, of een zus of een broer, of een geliefde, dan kun je eigenlijk het beste die persoon ook je betrekken in het doen van goede daden, in het beoefenen van spiritualiteit. Want als je dat niet doet, zo zei zij, dan krijg je steeds meer afstand in komende levens. Letterlijk in haar woorden, dan neemt de afstand toe met een vadem per leven. Nou ja, dat is natuurlijk niet letterlijk, maar vadems, misschien voor diegenen die dat niet weten, dat is een bepaalde oude lengtemaat die ook in het Thais bestaat.
Het is natuurlijk ook zo dat goede karma of dat liefde op het eerste gezicht, dat ook onderhouden moet worden. Dat is niet het hele verhaal. Daarom wordt ook in het boeddhisme dit hele proces wel vergeleken met een lotus die uit de modder groeit of uit het water groeit. En een lotus die heeft een goede grond nodig. Hè? Dus de modder, de grond, is eigenlijk een positief symbool. Sommige mensen die maken er een beetje een ander verhaal van, dat de modder iets slechts is waar de lotus uit groeit. Maar dat is een moderne interpretatie, want in het oude boeddhisme was de modder juist goed. Dus de aarde waar de lotus uit groeit, het is de voeding van de lotus. Niet het slechte waar de lotus uit groeit. Dat is een latere interpretatie, ik denk met name in het Westen. En de lotus die daar dus uit groeit, die heeft nog steeds wel zonlicht nodig. Die heeft nog steeds wel, daar moet je nog wel goed voor blijven zorgen, die lotus. En dat is hetzelfde ook met het idee van samenwonen, samenleven. In het heden moet je elkaar ook bijstaan. Het is niet voldoende om dat gevoel te hebben dat het klikt en dat dat heel diep gaat. Maar het is ook meer iets dat je in stand houdt. Dat is allebei, is dat een deel van het verhaal. Om het in moderne terminologie te zeggen, denk niet dat een algoritme voor jou kan bepalen. Voor diegene die moderne generatie. Dat een algoritme voor jou kan bepalen wie je beste geliefde is. Dat is dan een deel van het verhaal. Wie de beste persoon voor jou is. Dus ik ken ook wel mensen die ik ook goed ken, die dus elkaar hebben ontmoet over zo'n dating app. En dan ja, soms heel erg goed bij elkaar passen, maar dat kan ook wel juist toe leiden dat er heel veel aanhankelijkheid is. Hè? Want zo'n algoritme, dat gaat er niet naar, gaat er niet, die denkt niet na over wat de juiste mate is of de juiste vrijheid die je aan elkaar geeft. Die gaat gewoon na, dit is iemand die zo is en dit is iemand die zo en die passen bij elkaar. Dat is het enige wat zo'n robot of wat een algoritme bedenkt. En dan krijg je dus wel mensen die een heel intensieve relatie hebben, maar niet altijd gezond. Dus zo zie je maar dat niet alle wijsheid van de mens kan vervangen worden door een formule van een robot of van een computer. Sorry voor dit een beetje rare beeld. Samenleven is geen eenvoudige opdracht. Er zijn verschillende vergelijkingen in het boeddhisme om dat punt te maken. Dus één vergelijking die wel wordt gemaakt door onze leraren in Thailand is dat samenleven geen eenvoudige opdracht is. Net zoals de tong en de tanden in je mond dezelfde mond delen. En vroeg of laat zal het toch wel een keertje gebeuren dat je op je tong bijt. Dat is wel een interessante vergelijking. Dus er is altijd wel wat van conflict. Dat kun je niet verwachten dat dat er nooit is. Een andere vergelijking die je ook in de oudste teksten terugvindt, is dat van een armband. Verschillende armbanden op één arm. En dat die op een gegeven moment met elkaar gaan botsen. En dan krijg je slijtage. En dat is ook een. Ja, dat is ook een iets waar je voor bij je bij kan stilstaan. Dat er ook wel. Dat je soms ook iets van jezelf moet inleveren in die zin als je samenleeft. Maar wat zijn dan de principes van hoe we gelukkig met elkaar kunnen omgaan? Want het boeddhisme is in feite inderdaad, dat is wel deels waar, een beetje een levensbeschouwing voor kloosterlingen. Dat is wel deels waar. Maar aan de andere kant is dat leven niet voor iedereen. En dan heb je natuurlijk ook van hoe leef je dan op een goede manier gelukkig samen. En dit zijn principes, moet ik altijd bijzeggen, die je niet zozeer gebruikt. En dat geldt in het boeddhisme in het algemeen. Hè. Het is de aard van het boeddhisme, dat heeft de Boeddha zo zelf omschreven, is dat het opanayiko is. Misschien kent iemand dat woord? Nee. Oké.
Opa Naiko. En dat betekent, het is van een aard dat je het in jezelf brengt. Dat je het deel maakt, dat je het eigen maakt. Het is dus niet van een aard dat je het gebruikt om anderen te kritiseren. Sommige mensen die leren heel veel over mindfulness en soms beoefenen ze het zelf ook. Maar dan krijg je ook dat ze het soms gebruiken om een andere een beetje omlaag te drukken. Zo van, ja, je bent helemaal niet mindful. Of andere mensen die dan zien dat iemand mindfulness beoefent, zegt van, ja, jij bent toch altijd de mindful type en waarom doe je dan dit of dat? Ja, maar goed. Dus dat hebben we. Dit zijn dingen die ik om me heen hoor, hè, maar niet van mijn monnik hoor. Dan hebben we de Karawasa-dhamma. En de Karawasa-dhamma, dat is dus wat ik zei, dat is Opanayiko, dat is iets wat je op jezelf toepast. Het kan zijn dat je op een gegeven moment zegt van, nou, ik wil de anderen daar ook in inspireren. En dat kan, maar begin bij jezelf. En dan heb je eigenlijk ja, verschillende aspecten. En deze worden de Karawasa-dhamma genoemd. En dat betekent dus de goede kwaliteiten, letterlijk, van een huiseigenaar of van een burger. Dus in het oude India had je een onderscheid tussen de kloosterling en de burger. Het woord leek, zoals dat bij ons betekent, zowel iemand die niet kloosterling is, maar ook iemand die van niets weet. Dat is niet een soort van term die je hebt in het boeddhisme. Je hebt alleen maar een term van huiseigenaar, wat ook wel in moderne vertalingen wordt vertaald als burger in het Nederlands. Dus een burger is iemand die geen monnik is. Dat is een beetje het idee. Dat is een woord dat iets meer past bij het boeddhisme dan het woord leek. Wat trouwens ook wel tot misverstanden kan leiden, maar goed. Want dan denken mensen, waarom noem je ons leken? We weten er best wel wat vanaf. Ja, sommige mensen zijn niet bekend met die woorden meer, hè, tegenwoordig. Ja. Dus de eerste is het ook het allerbelangrijkste. Het is eigenlijk de eerste voorwaarde voor een relatie. Als je dat niet hebt, dan is het heel moeilijk. Oprechtheid. Satya. Satya betekent letterlijk waarheid, oprechtheid, waarheidsgetrouw. En dat is eigenlijk. Het zitten verschillende onderdelen. Er zijn verschillende onderdelen aan. Ik weet niet of ik daar hier een pagina over heb. Ja, hier staat het ook. Waarom is Satya zo belangrijk? Omdat je in eerste plaats in een relatie geen achterdocht wil hebben. Dit is een beetje negatief geformuleerd, want dan zie je, dan snap je wat ik bedoel, hè? Soms dan kun je iets beter begrijpen als je kijkt wat dat niet is. En dat is dus geen achterdocht. Om achterdocht te overwinnen en te vermijden in je relatie is oprechtheid de eerste kwaliteit die de Boeddha dan heel erg benadrukte. En er zijn onze abt, of onze onderabt en leraar in Thailand, die breekt dat, of die verdeelt dat weer verder in vier dingen. Die onderverdeelt dat in vier aspecten. In de eerste plaats in je plichten en je werk. En dat is iets waar best wel veel mensen heel veel waarde aan hechten. Zelfs als ze daar meer moeite mee hebben in een relatie. Dus als ze in een relatie moeite hebben met oprechtheid, zie je toch dat heel veel mensen, zelfs zulke mensen, ook toch wel in hun werk oprechtheid bewaren. Dus oprechtheid in je werk is best wel veel verspreid. Er zijn best wel veel mensen die dat hebben in hun verplichtingen en hun werk. Het is best wel een belangrijk onderdeel ook van de westerse cultuur, denk ik, dat we heel erg oprecht zijn in ons werk en dat we er proberen zoveel mogelijk van te maken. Wat natuurlijk komt daar dan ook bij kijken, dat je niet, ja. Nou, het belangrijkste idee daarvan is dus dat je in je werk nagaat, hoe kan ik mijn werk zo goed mogelijk doen? Wat is eigenlijk het doel van mijn werk? En daar het beste van maakt. Soms moet je dan ook ietsje verder gaan dan wat er in je functieomschrijving staat. Maar dat is
dat is eigenlijk, kom je dan al op de volgende vormen van oprechtheid. Oprechtheid in het spreken wil zeggen, dat is natuurlijk ja, het meeste waar je aan denkt in feite. In het spreken is dat je bewust omgaat met waar je het over hebt. Dingen waarvan je weet dat je het niet zeker van bent, probeer je te vermijden over te praten. En ook dingen dat je denkt, dat is niet echt iets wat helpt. Hè, dus bijvoorbeeld praten over iemand die niet daar is. Een derde persoon. Er zijn wel retraites waar een leraar verbiedt om te spreken over een derde persoon. En als je met twee personen praat, dan praat je niet over een derde persoon. Dat is een vrij strenge regel. Maar in het algemeen is het wel een goed idee om daar bewust van mee om te gaan. Dus zodra je praat over een derde persoon, als het nodig is van je werk om iemand te evalueren, of over iemand je mening te geven, probeer dat dan beide kanten te laten zien, hè? Beide aspecten. Dat je iemand de kans geeft, hè, in feite. Als iemand vraagt, ja, wat vind jij van die man of wat vind jij van die vrouw? Nou, dan heb je in ieder geval het volledige beeld gegeven. Hè? Dat is dan ook hetgene wat mensen naar jou doen. Hè? Ja. Dat is niet alleen een boeddhistisch idee. We vinden dat ook in de Bijbel terug. Met de maat waarmee jij een ander meet, word je zelf gemeet. En dat is een aspect van karma in feite. Ik zeg niet dat Jezus de karma onderwees, maar hij zit er soms niet ver naast. dan heb je de derde aspect van die oprechtheid die onze onderabt noemt. Is de oefening van karakter. Dat gaat eigenlijk iets verder dan je werk alleen maar. Het is eigenlijk dingen waarvan je denkt van, nou, dit is gewoon heel belangrijk in het leven. Dit moet je als mens gewoon doen. Soms iemand helpen wanneer het nodig is. De oefening van karakter is dat je echt oprecht je voorneemt om een goed mens te zijn. En dat je daar ook gelegenheid toe zoekt om je daarin te ontwikkelen. Dus wat ik al zei, als je in feite iets verder gaat dan je functieomschrijving in je werk, dan ben je eigenlijk al bezig met nummertje 3 in de oefening van karakter. Als je iets verder gaat in je verantwoordelijkheden, wat zo op het eerste gezicht zo lijkt. Oefening van karakter is ook dat je oprecht probeert jezelf te blijven evalueren en jezelf te blijven ontwikkelen. We zijn natuurlijk nooit perfect. Aan de andere kant hoeven we ook niet alles als regeltjes te zien. Het is meer een kwestie van het leren cultiveren van goede gewoontes. En daar regelmatig ook naar jezelf kunnen kijken om jezelf daarin te inspireren. Sommige dingen doen we misschien goed, nou dan gaan we daarmee verder. Andere dingen denken we, nou daar moet ik nog wel wat aan doen. Dan moet ik nog wel even aan werken. Nou, dan kijk je daar ook naar van, nou, daar ga je een manier voor vinden om aan te werken. Dezelfde onderabt, Lompata Tachivo, zo heet hij, die heeft ook wel gezegd van, als je een boeddhistische tekst leest, of in het algemeen zou je kunnen zeggen een tekst ter inspiratie, of een boek ter inspiratie, dan kun je eigenlijk je altijd afvragen van, zijn er hier dingen waarin ik nog aan kan werken? Waar ik nog aan kan werken? En dat is iets wat hij altijd zegt. Nou, je kunt natuurlijk ook daaraan toevoegen van sommige dingen, daar heb je misschien al aan voldaan, of dat ben je al goed in, maar dan kun je daarop voortbouwen. Nou, de nummertje 4 is dus eigenlijk het meeste, waar mensen natuurlijk eigenlijk nog het meeste waarde aan hechten, oprechtheid met mensen. Dus zoals je begint, zo eindig je. Hè? Zoals je probeert consistent te zijn naar de mensen toe. En je probeert ook mensen die je naaste probeert te betrekken in een belangrijke beslissing. En, in principe, als je een oprechte relatie met iemand hebt, is ook altijd een goede regel van als je iets moet geheim houden voor die ander.
dan heb je in feite al, ja, dan is die relatie in feite daar al onder aan het lijden. Dan heb je het tweede aspect, tamma. Tamma, dhamma, tamma. En dat is het vergelijkbaar woord met het woord dhamma met een H, wat ik eerder noemde zojuist. Maar dat is in deze betekenis, in deze context, is dat zelfbeheersing en zelfontwikkeling. Er is één vraag die iemand een keer heeft gesteld aan onze abt in Thailand. Wat is een goed huwelijksadvies wat u zou geven? En toen zei hij, wees boos op een ander tijdstip. Ja, ja. En dat is wel een goeie, ja. Want heel vaak, ja, we kunnen natuurlijk niet, ja, we zijn nog niet verlicht, we worden wel eens boos. Maar als je tegelijkertijd boos hebt, dan heb je, ja, als je tegelijkertijd boos bent, dan heb je eigenlijk een groot probleem. Terwijl als je op een andere tijdstip boos bent, dan valt het allemaal nog wel mee. Dan kan de een zeggen van, nou, wees jij maar boos, ga je maar je gang, jij wil even schreeuwen, nou. Weet je wel, dus soms dan denken we van, als iemand boos is en die zegt alles waar hij aan denkt, dan moet jij dat ook maar doen. En waar tegenwoordig heb je theorieën van emotionele intelligentie. En één aspect daarvan is dat je de juiste tijdstip kent waarin iemand goed aanspreekbaar is, of waarin je iemand het beste met iemand kan communiceren. En dat is vaak dus niet het moment wanneer iemand boos is. Nee. Maar dat is iets wat we nog wel eens vergeten. Maar ja, soms dan is het moeilijk om te wachten. Ja. Maar het is wel een overwinning waarvan de Boeddha zei dat het een hele waardevolle overwinning is. Dus in feite, we hebben allemaal ons moment dat we de dingen zeggen die belangrijk zijn. Maar het is niet altijd het beste moment in het hier en nu om iets te zeggen tegen iemand. Maar soms dan moet je een tijdje wachten. Sommige mensen die wonen al jaren samen, heel lang. En die weten nog niet van elkaar wat het juiste moment voor de ander is. Soms dan heeft iemand bijvoorbeeld dat hij gewoon niet goed is in het doen van meerdere dingen tegelijk, weet je wel. En de andere die heeft dat nooit door, die blijft maar pushen of zo. Dat zie je wel vaker, dat is heel raar eigenlijk. Maar goed, als we van de ander weten dat hij bepaalde dingen minder goed, bepaalde momenten wat minder aanspreekbaar is, of bepaalde dingen heeft waarvan je weet, nou, dan probeer je je aan te passen. En dat aanpassen, dat noemen we dus dhamma. Zelfbeheersing, zelfontwikkeling. Daar zit ook eens een aspect bij van zelfontwikkeling. En je zou kunnen zeggen, als kind groeien we enorm door ons aan te passen aan de wereld. Enorm, als je kijkt wat een kind allemaal leert binnen een paar jaar. Dat is enorm. Maar we verwaarlozen wanneer we meer volwassen worden, dan beginnen die patronen in onszelf een beetje vast te roesten. Dan heb je niet meer diezelfde flexibiliteit als je had als kind. En door meditatie komen die patronen iets meer los. Dan heb je iets meer de mogelijkheid om jezelf weer te veranderen, te ontwikkelen, ten goede. En dat is wat ze ook wel in de wetenschap noemen de plasticiteit van de hersenen. Dat is de mogelijkheid van hersenen om zich aan te passen. En die wordt dus verhoogd door meditatie. Maar als kind is dat heel hoog. Dat is heel moeilijk om dat met meditatie weer op dat niveau te komen. Maar het is wel belangrijk dat we regelmatig erbij stilstaan. Er zijn gewoon heel veel dingen in de wereld waaraan we het beste ons kunnen aanpassen. Dat wil niet zeggen dat we onszelf vergeten, maar dat je meer zoek naar een manier van zijn die waarin je zowel jezelf niet vergeet, maar wel je bent op een manier die harmonieus is. Dat is ook wel iets wat ik heb veel meegemaakt in mijn leven, dat ik
de juiste balans moest vinden. Om niet me zodanig aan te passen aan de Thaise cultuur dan met name. En de boeddhistische tempelcultuur. Dat ik mezelf verloor. Maar aan de andere kant, ja, je gaat je ook aanpassen. Want daar heb je voor gekozen ook. Als je monnik wordt. Maar ja, je moet ook niet overdrijven. Je hoeft niet precies zoals een Thai te worden. Er zijn ook wel beste dingen die dan intreden als monnik. Of gaan leven in een Thaise tempel. En helemaal als een Thai worden. En helemaal bijna hun eigen taal vergeten, zeg maar. Dat heb ik wel altijd vermeden. Proberen te vermijden. Nou, dus dat is een beetje de balans die je moet vinden. Je kunt jezelf ook niet helemaal vergeten in die zin. Ja. Je hebt iets. Er is ook natuurlijk heel veel goed aan het Westen bijvoorbeeld. Gelukkig heb ik ook in die zin ook wel een goed voorbeeld gehad. Een van mijn belangrijke inspiratiebronnen en leraar, dat is een Thaise monnik. Nu is hij monnik, maar vroeger was hij dat nog niet. Toen ik nog geen monnik was. We zijn ongeveer op dezelfde tijd monnik geworden. En hij heeft eigenlijk altijd als principe gehad van sommige dingen moet je als een Westerling denken en sommige dingen moet je als een Aziat denken. En de derde is verdraagzaamheid of tolerantie. Kanti. In deze context zou je kunnen zeggen kanti is... Is verdraagzaamheid. Ja. Ik heb hier al eerder over gesproken in de context van de lezing over optimisme en realisme. En dat je ook het woord kanti, als het kunnen tolereren van moeilijke omstandigheden. In feite is het twee aspecten, en dat noemen we in het Thais ot en thon. Ot is het kunnen weerstaan van verleidingen, en thon is het kunnen doorstaan van moeilijke omstandigheden. Dus in feite kun je zeggen, als je in het leven op twee manieren kunt staan, dan kom je heel ver. Doorstaan en weerstaan. Die kunnen ze wel op een tegeltje zetten van mijn part. Maar dat is dus wel belangrijk, want soms dan hebben we wel eens moeilijke omstandigheden. Hoe ga je daarmee om? We proberen dat ook te zien als een uitdaging. Hè? Dat is ook wel een hele... Iets waar ik mezelf ook wel regelmatig aan herinner. Van ja, als het allemaal niet mee zit, dan is dat ook wel weer een bron van hoe we kunnen leren. Dus, soms best wel iets wat we snel vergeten. Hè? Want dat is heel natuurlijk de neiging om te denken van nou, het is niet zoals ik het wil en je wordt gefrustreerd. Als je dan denkt, oh wacht even, het is ook een soort van bron van... om jezelf te oefenen. Ja. Kunnen weerstaan van verleiding is eigenlijk in feite nog wat moeilijker, omdat dat vaak dingen zijn die in feite als in eerste instantie als plezant of als aangenaam ervaren worden, maar de lange termijn je niet gelukkiger maken. Dan dat kunnen wikken en wegen op de juiste manier en de lange termijn geluk voorop kunnen zetten, dat is een hele uitdaging. Verdraagzaamheid is daarmee een manier van denken, voelen en zijn. Het is niet alleen maar door een zure appel heen bijten, maar het is ook een manier van kijken naar de wereld. Dus je hebt dat hele voorbeeld wat ik eerder al een keertje heb verteld, hè, van die monnik Puna die de Boeddha dan vroeg. Van als je weer teruggaat, als je weer terug wil gaan naar je thuisland, waar je bekend mee bent. In het westen van India, dan moet je wel behoorlijk moeilijke omstandigheden gaan doorstaan. Want de mensen daar, die zijn heel gewelddadig. Weet je zeker dat je terug wil? En dan zei Puna, ja, als ze mij bedreigen met wapens, dan denk ik van ja, dat maakt toch niet uit. Ik ben in ieder geval nog niet dood. En als je dan dood bent, zeg je ja. Sommige mensen doen heel moeilijk om zelfmoord te plegen. Dat hoef ik dan niet te doen. Ik probeerde heel altijd optimistisch te blijven. En op die manier wist hij dus de moeilijke omstandigheden te doorstaan. En uiteindelijk wist hij een tempel daar of een klooster daar op te richten. En in hele moeilijke omstandigheden wist hij uiteindelijk
boeddhisme een plaats te geven daar. In de 70e jaren was onze tempel, in die tijd was er een heleboel, waren er studentenopstanden in Thailand bijna zo erg als, nou eigenlijk nog erger, nog groter, nog veel massaler dan nu. Ze zeggen in nieuws heel veel over Thailand de laatste tijd, over dat er studentenopstanden zijn. Die zijn ook nu gisteren weer opnieuw begonnen, geloof ik. Ja. Maar de studentenopstanden van de 70 jaren waren minstens 10 keer of 100 keer zo groot. Het was echt heel massaal en de hele overheid die stond te trillen op zijn benen. In die tijd werd onze tempel, omdat er heel veel jongeren, heel veel studenten kwamen naar onze tempel in die tijd, werd onze tempel ook van beschuldigd dat we communistisch waren. Maar dat waren we niet, maar dat heeft wel, ja, soms in die tijd was die beschuldiging wel geleid tot ja, dat mensen daarover gingen nadenken en dan ook misschien wat kritischer naar onze tempel gingen kijken. En toen zei mensen tegen Kunjai van, het kan zijn dat de mensen minder naar onze tempel komen omdat ze denken dat we communistisch zijn. En toen zei Kunjai, dat maakt niet uit. Jullie weten nog wel wie Kunjai is, hè? De non die onze tempel heeft gesticht. Ja, ja. En die zei van, ja, dat maakt niet uit. Want ja, als mensen minder komen, dan weten we op wie we kunnen vertrouwen. Ja. Dan weten we wie er het minst lichtgelovig is. Die het minst die kritisch kunnen nadenken. Dus zij probeerde ook altijd naar de positieve kant van het verhaal te kijken. Dat was zoals haar manier van zijn geweest altijd. Nou, wat we zo al kunnen leren verdragen, er zijn natuurlijk heel veel dingen. Sommige mensen zijn goed in fysiek tolerantie, maar als het gaat om mentale tolerantie, dat vinden ze wat moeilijker als mensen echt je proberen te kwetsen. Je hebt mensen die echt enorme patsen kunnen zijn als ze aan het fitnessen zijn. Maar zodra er ook iemand maar een woordje verkeerd zegt, dan komt ineens de enorme duivel naar boven. Dus het zijn in verschillende manieren zijn we goed in tolerantie. Dus het is ook goed om daar regelmatig bij stil te staan. Een wijze Thaise leraar in Thailand, die in de 50e jaren bekend was vanwege zijn boeken over boeddhisme, die zei dat het omgaan met ontberingen, het kunnen tolereren van bijvoorbeeld als het heel koud is of heel warm, of als er moeilijke omstandigheden zijn die een beetje fysiek zijn, zeg maar, zei hij, dat is net als dat je een hond tegen je aan het blaffen is. Hoe meer je naar achteren gaat lopen en hoe meer je bang je gaat voordoen, hoe harder die gaat blaffen. Maar als je gewoon naar hem toe rent, dan is die hond, wordt ineens heel bang en die begint dan. En zo zei hij, zo kun je het beste mee omgaan als je soms momenten hebt dat je wat lui bent of dat je wat moeilijker, dat je soms excuses, smoesjes hebt of zo. Kun je soms het beste naartoe rennen en dan verdwijnen ze als sneeuw voor de zon. Zo zei hij dat. Het is trouwens een hele goede tip, want als je in Thailand bent en je komt wilde honden tegen in de provincie, dus niet zozeer in Bangkok, maar in de provincie, dan heb je wel eens van die wilde honden die best wel gevaarlijk zijn. Gewoon op afrennen, zijn ze allemaal weg. Ja, maken ze wel wat lawaai, dat wel. Nou ja, hetzelfde geldt weer hier ook. Verleidingen kunnen ook een rol spelen. Naarmate we meer invloed hebben, of naarmate we populairder zijn, of naarmate we meer in een machtspositie komen, dan kunnen verleidingen een rol spelen. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook de emotionele intelligentie, het kunnen tolereren van gekwetst te worden. Dat moet iedereen natuurlijk wel eens tegenkomen. Als je het leven vergelijkt met een grafiek, er zijn altijd wel momenten dat er op ons wordt gescholden, of op ons wordt minder goed naar ons wordt gekeken. Dat is onvermijdelijk. Dat overkomt iedereen. Nou, je hebt daar heel veel voordelen aan. Ik heb daar al wat meer eerder over gesproken.
verdraagzaamheid geeft ons heel veel positieve kanten. Het wordt wel eens door sommige mensen als een zwakte gezien, maar het is ook een oefening juist die je heel krachtig kan maken van binnen. Dan hebben we de laatste. Wordt ook wel vertaald als opofferingsgezindheid. De laatste kwaliteit die belangrijk is in het gezamenlijk samenleven is opofferingsgezindheid of vrijgevigheid. Eigenlijk is opofferingsgezindheid iets wat logischer in deze context. Maar dat heeft dus mee te maken dat je jezelf, dat je nu en dan jezelf kunt opofferen voor de anderen in zekere zinnen. En sommige mensen vinden dat een beetje een raar woord of vinden dat niet zo, je moet nog assertief zijn en dit en dat. En dat is ook wel deels waar, maar wanneer je ziet dat voor je gezamenlijk geluk van je gezin of voor je langdurige relatie, dat je soms bepaalde kleine pleziertjes moet opofferen of bepaalde andere dingen kunt opofferen en dat voor het geheel beter is, dan is dat de juiste keuze. En daarbij is het ook belangrijk altijd om te blijven nagaan voor jezelf. Welke dingen in je leven heb je nou werkelijk nodig? En wat is daarbij nog extra? Ja. Tegenwoordig is dat soms een hele kwestie van eer. Hè? Van als je allebei aan het werk bent en je wil gaan samenwonen, waar ga je dan wonen? Ga je dicht bij de een wonen of dicht bij de ander? Zo kan dat een hele erekwestie worden. En soms is het wel gewoon belangrijk proberen compromissen te maken. Want wat je werkelijk nodig hebt en wat je daarbij nog wilt, dat is niet altijd hetzelfde. Er zijn er ook nog eens 10 raadgevingen. Dit is een beetje traditioneler. Waarbij deze twee figuren in het boeddhisme, die worden allebei gezien als mensen die verlicht waren, maar die dus wel in de samenleving woonden. Dus geen monnik of non waren. En Tananchayada was een beetje een wijze man. En die gaf advies aan Visakha. En Visakha werd een van de belangrijkste ondersteuners van het boeddhisme in die tijd. Een hele wijze vrouw. Die ook een hele belangrijke rol had. Soms waren er zelfs monnikenregels, verschillende zelfs, die door haar invloed werden uitgevaardigd, omdat er bepaalde problemen zich voordeden in de monnikengemeenschap. Dus Visakha die was iemand van grote invloed, een hele wijze vrouw. En toen zij voor het eerst ging trouwen, ze trouwde maar één keer, maar goed, toen ze ging trouwen, toen waren er 10 raadgevingen die aan haar werden gegeven. Maar dat was een beetje raadselachtig geformuleerd. En zij snapten het meteen, maar haar man en een aantal andere mensen die snapten er helemaal niks van. Dus zij moest het vervolgens gaan uitleggen. Breng het vuur binnen, niet naar buiten. Breng het vuur buiten, niet naar binnen. Geef alleen aan die geven, geef niet aan die niet geven. Geef zowel aan die geven en die niet geven. Ga gelukkig zitten, eet gelukkig, slaap gelukkig, zorg voor de haard en eer de deva's in huis. Kunnen jullie ietsje bij voorstellen waar dit over gaat? Ja, ja. Ja, toch wel? Nee. Nee, ik ook nog niet helemaal. Nee. Nou, breng het vuur binnen niet naar buiten en breng het vuur buiten niet naar binnen. Dat is logisch. Dat snap je? Dat is net zoals wat wij noemen in het Nederlands de vuile was buiten hangen. Ja, ja. Maar dat heb je dus ook andersom. Dus als mensen als er bepaalde zorgen zijn, bepaalde dingen die je dwars zitten in je werk, of bepaalde dingen waar ze over roddelen en dan ga je dan vervolgens over verder roddelen in je gezin, dan ben je als het ware het vuur naar binnen aan het brengen, of in ons Nederlandse terminologie, dan ben je als het ware de vuile was aan het binnenhalen. En goed. Dus het idee is om bewust om te gaan met wat mensen zeggen. Dus ik heb het zodanig samengevat. Ga goed om met je woorden. Ga goed om met je woorden. Het gaat over geld. Geef alleen aan die geven, dat wil zeggen,
als je iets uitleent aan iemand, maar dit is natuurlijk een beetje typisch voor die tijd. Ja. Als je iets uitleent aan iemand, dat komt denk ik tegenwoordig wat minder voor. Geef dan, leen dan aan iemand uit die, waarvan je weet dat die het teruggeeft. Dat is het idee. Ja. Geef alleen aan die geven. Geef niet aan die niet geven. Dus als je weet, deze mensen kun je niet vertrouwen, die geven nooit iets terug. Dat zijn, dus het is in feite een soort ook het uitkiezen van vrienden. Omdat je weet, nou, sommige vrienden die blijven altijd maar dingen vragen aan je en die zijn eigenlijk niet van plan om het terug te geven. Maar je hebt natuurlijk mensen die het wel echt heel moeilijk hebben. En die niet gewoon te lui zijn om iets terug te betalen. Maar die gewoon echt in de nood zitten. En dan komt nummertje 5 aan de orde. Geef zowel aan die geven en die niet geven. Als je denkt, dit klinkt verwarrend. In het Thais klinkt het nog verwarrender. Dus met andere woorden, wees voorzichtig met je geld en waar je het aan uitbesteedt. Je kunt ook in moderne terminologie zeggen van denk even na als je gaat leasen. Denk even na of de dingen waar je je geld aan uitgeeft, of het wel de moeite waard is. Een leasecontract kan soms ook best wel nadelig zijn. Beter helemaal niet zo handig zijn als je denkt. Nou, ik noem maar een voorbeeld. De laatste gaan over hoe je omgaat met de familie waarmee je bent aangetrouwd. Of zoals ze soms wel eens noemen, aangetrouwd is aangewaaid. Dus mensen, ja, je mensen die dus, je familie van je partner. Dus als het gaat over ga gelukkig zitten, eet gelukkig, slaap gelukkig, zorg voor de haard en eer de deva's in huis, eer de goden in huis. Dan gaat het over de mensen. Nu had je in die tijd, was het zo dat als een vrouw, dan ging een vrouw bij een man en de familie van haar man inwonen. Dat is hoe dat ging in die tijd in het oude India. Dus dat is de context. Natuurlijk is dat vandaag de dag weer heel anders. Maar dit is nog steeds wel iets, is nog wel steeds wel vaak hoe het in India gaat. En dat verklaart ook waarom in India het nog steeds tot vandaag de dag gebruikelijk is, dat niet de man de vrouw ten huwelijk vraagt, maar de vrouw de man. Ja. Dus de vrouw die gaat letterlijk op de knie zo om naar het Hollywood gebruik of naar het Amerikaans gebruik. Maar het moet eigenlijk de man zijn in onze beleving. Maar bij hen is dat dus de vrouw. Ja. Maar om een lang verhaal kort te maken, het is belangrijk om goed om te gaan met je schoonfamilie. Dus probeer situatie te voorkomen dat je geliefde of dat je partner moet kiezen tussen zijn of haar familie en jou. Dat is natuurlijk een situatie die je eigenlijk nooit, waar je nooit iemand voor wilt zetten. Waar je nooit, een situatie waar je nooit iemand in wilt brengen. Goed. Er is een, dus misschien nog een verhaal dat ik hierover kan vertellen, maar laat ik eventjes de conclusie eerst formuleren en dan kijken we eerst of er nog vragen zijn. Wat heel belangrijk is in een relatie is de geesteskracht of de inspiratie te behouden. De inspiratie om jezelf te oefenen als een goed mens, om een goed mens te worden en te steeds beter mens te worden en een mooi mens. En de beste manier om dat te doen is door samen goede dingen te doen. Dus als je samen aan een goed doel geeft, of samen vrijgevig bent, samen proberen, wat ik al eerder heb besproken, de 5 sila's, morele principes, om je daaraan te houden samen. Ja. En ook samen te mediteren. En dat is ook een hele krachtige manier om een relatie te versterken. En de Dhamma of het boeddhisme samen ook te bestuderen. Dit zijn de soort van tips die een monnik natuurlijk geeft. Maar het is wel, denk ik, iets wat heel veel kracht geeft aan een relatie. Dit zijn de soort van dingen die als je dat samen doet, dan is dit een hele diepe zielsverwantschap krijg je dan. Goed, dat wilde ik daarover zeggen. En het zijn de verschillende invalshoeken. Ik weet niet of hier mensen vragen over hebben of dingen over willen weten verder nog, of commentaar over
op willen geven.